Jeff. Ik heb even een andere microfoon gepakt waarmee ik gewoon rond kan lopen. En hij staat hier gewoon echt. De Olympische BMX van Jelle van Gorkum. Hij heeft hem meegenomen. Hier mooi een startnummer 37. Heb je dat nummer eigenlijk gewoon alle hits gehad, Jelle? Ja, dat is mijn carrière-nummer. En dat nummer kies je aan het begin van je carrière. En daar blijf ik altijd mee rijden. Tenzij je wereldkampioen wordt, dan kies je voor 1. Maar je hebt hier dus voor gekozen? Ja, hier heb ik voor gekozen. Waarom 37? Omdat toen ik mocht kiezen dat het laagste nummer was wat over was. En je wil niet het hoogste nummer hebben, want? In dit geval op de Spelen mag je geen sponsors op je nummerbord hebben. Maar als je 3 cijfers op je nummerbord hebt, dan heb je minder ruimte voor sponsoren. Aha. Dus daarom heb ik voor 2 cijfers gekozen. Ach, jeetje. We gaan even naar de gang. Pak jij maar. Ik ben veel te bang dat ik hem kapot maak. En ik ga er zelfs zometeen op fietsen. Dat is zo vet, joh. Je ziet zelfs op de trappen staat dan JVG. Je ziet de Nederlandse vlag erop staan. Allemaal hele kleine details. Olympische tekens op schroefjes. Mooi wit. Team NL staat er bovenop. Het merk van de fiets, dat mag er dan wel. Ja, we hebben hier een soort van lange gang. Ik wil het gewoon even proberen. Ik wil gewoon even kijken hoe dit dan voelt. Er zit wel een zadeltje op, maar het is niet de bedoeling dat ik dat gebruik, hè? Nee. Alleen met de start, voordat wij van start gaan, zitten we daarop. En na de finish. Maar verder gebruiken we dat niet. Dus gewoon blijven staan. Hij is echt ook heel erg laag. Hè? Het is een fietsje van, wat is het, een halve meter hoog? De hoogte durf ik niet te zeggen. Maar de wielmaat is 21 inch. Of 20 inch eigenlijk. En dat geeft ook de hoogte van de fiets aan. Het is een 4xXL. Dus het is wel een vrij lange fiets. Al zou je dat niet zeggen. Maar helemaal mijn afstelling en mijn setting is die gemaakt. Oké, je hoeft hem niet meer te gebruiken, hè? Want ik wil het even proberen, maar ik ben echt als de dood dat ik iets kapot maak. Deze ga je niet meer gebruiken voor wedstrijden, hè? Nee, deze gaat aan de muur, dus ik hoop wel dat die straks heel aan de muur komt. Nou, ik geef jou de microfoon en dan mag jij mij gaan vertellen wat nou echt belangrijk is qua techniek, hoe ik zou moeten staan. Ja, gaan we proberen gewoon even wat uit, want het is natuurlijk geen officiële baan. Nee. Maar hier heb je de microfoon. Gaan we doen. Oké. Ja? Nou, in eerste instantie zet je de pedalen op gelijke hoogte, dus horizontaal. Ben je links of rechts? Rechts. Dus dan zet je rechtervoet voor. Dat is het belangrijkste. En dan probeer je gewoon ontspannen, natuurlijk op je fiets dadelijk te gaan staan. En dan zet maar een slag en dan ga je vanzelf ga je rollen en dan fiets je gewoon. Je kan fietsen, toch? Ja. Nou ja, prima. Ja, hij heeft wel een beetje moeite met stabiliteit. Dat zie je. Ja, dat stuur, man. Dat stuurtje. Dat stuurt zo snel. Ja, hij is heel direct. Kijk, in bochten sturen wij vaak ook niet. Dan hang je meer. En dan, dan ga je al sturen. Maar goed. Ja, weet je wat mij nou opvalt? Dat komt natuurlijk omdat dat wiel zo klein is. Maar met de kleinste beweging ga je gelijk naar links en naar rechts. Het is best wel een onstabiel ding eigenlijk. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk. Het vraagt wat fysieke capaciteit. Hè? Niet dat jij fysiek niet ontwikkeld bent. Maar het is wel iets wat wel echt een specifieke training vraagt. Dus het zou ook niet goed zijn als jij nou hier zou wegfietsen. En je zou eigenlijk beter wegfietsen dan dat ik dat doe, zeg maar. Je hebt ook 1 rem erop, zie ik. Dat is natuurlijk een achterrem, wat voorrem zou dan een beetje lastig zijn, dan ben je gelijk over de kop. Ja. Wat is de lastigste techniek bij het fietsen op zo'n fietsje? De starttechniek. Die is heel complex. Je begint vanaf 0 en je gaat eigenlijk gewoon maximaal aanzetten. Daar zit een bepaalde beweging bij en dat is gewoon een hele complexe beweging. Je moet je snelheid vanuit je gooi, dus met je lichaam moet je meenemen. Je moet aanzetten. Je pedaalovernames moeten gewoon maximaal zijn. En ja, dat is. Want je gooi jezelf naar voren dan of zo? Ja, er is een bepaalde heupbeweging. Waarbij je heup tegelijkertijd in de lijn van je schouders over je stuur als het ware heen gooit. En hoe snel je dat doet, die snelheid vanuit je beweging neem je mee. En eigenlijk zorg het ervoor dat je daarmee op gang komt. En uiteindelijk ook door het aanzetten. Maar hoe harder jij die heup eigenlijk als het ware over je stuur heen gooit, hoe sneller jouw stad is. Nou heb ik het hier geprobeerd in de gang van 3FM, waar het helemaal vlak is. Op Papendal hebben jullie ook zo'n baan. En buiten de uitzending om, ik ga er niet om vragen, maar buiten de uitzending om, heb jij al wat voorgesteld, hè? Ja, het lijkt mij heel leuk als jullie gewoon een keer op Papendal komen. En dan kan je echt dat gevoel van die startheuvel meemaken. En dan kan je ook die start zien. Dan zie je hoe complex die is. Mag je het een keer proberen. Ik zou het niet aanraden om het op dezelfde manier te doen zoals dat wij dat doen. Maar dat ga je dan vanzelf zien. Dus bij deze zijn jullie allemaal welkom. Ah, yes! Ik ga een keertje met Barend naar Papendal om samen met Jelle dat te gaan proberen. Ja, we lopen weer naar de studio, hoor, Jelle. Ik kan weer zoveel vragen aan deze, want het is toch heerlijk.
heerlijk aan die vrijdagavond. Dat er dan een gast is waar eigenlijk, ik mag het niet zeggen, maar soms de muziek een hinderlijke onderbreking is. Nee, dat mag ik niet zeggen. Dat is namelijk ook helemaal niet zo. Want ik heb ook fantastische platen voor je uitgekozen. Klassiekertje dan maar, hè. Wat dacht je van deze? En vragen aan Jelle. Het kan nog heel even. Ik heb zometeen nog 3 minuten over. Dus heb je nog een prangende vraag? Die zegt Jelle van Gorkum, dat zou ik zo graag willen weten van jou. Pak dan nu je telefoon.